Ik ben Carla met het journaal van Nieuws Online. Overweegt u om een Beagle te adopteren? Of wilt u liever gastgezin zijn voor een of meerdere Beagles? Blijf dan kijken en ontdek of u Beagleproof bent. Denkt u dat het antwoord positief is, dan maakt de Stichting SHHH graag kennis met u. Het is missie van de Stichting SHHH om voor de dieren die gezond het laboratorium verlaten, een liefdevol en blijvend thuis te vinden. 22 jaar plaatsingen, ruim 1750 dieren, meest honden, beagles, maar ook een paar honderd katten en een kleine honderd fretten, konijnen en andere dieren, de honden. Wat kunt u van een ex-laboratorium beagle verwachten? Over de herkomst van de beagle en de uitgevoerde proeven kunnen wij u niets vertellen. Wel weten we dat de fokselectie van proefdieren erg streng is, zeker voor wat de gezondheid betreft. De honden zijn geshipped volgens Nederlandse wetgeving, oudere honden zijn getatoeëerd en gevaccineerd volgens Nederlandse richtlijnen. De Beagles zijn niet getraumatiseerd, wel bestaat het gevaar dat ze trauma's oplopen als ze onvoldoende tijd en begeleiding krijgen om rustig en stapsgewijs aan alle nieuwe dingen te kunnen wennen. De honden zijn niet bekend met verkeer, katten en kinderen. Met name de jonge kinderen kunnen bedreigend zijn voor de hond. Katten zijn meestal geen probleem. De nieuwe baasjes. Wat mag de beagle van u verwachten? Als de beagle de enige hond in huis is, dan komt het weinig voor dat hij, zet of ei alleen thuis moet blijven. U vindt het prima dat de beagle veel bij u in de buurt is en bij u komt liggen, zitten. Dus bijvoorbeeld, naast u op de bank, in de stoel en, in het begin, s'nachts in de slaapkamer. Beagles zijn echte contactliggers en zoeken op deze manier veiligheid. Dit is bovendien geen straf voor u, want u vindt het heerlijk om met uw hondje te knuffelen. Als de Beagle in het begin niet helemaal zindelijk is, maakt u daar geen punt van. Ongelukjes gebeuren nu eenmaal. U weet dat het hondje nog veel moet leren en kunt geduld opbrengen. U wilt en kunt op een positieve manier opvoeden en volgt hierbij de huidige inzichten. Hoe nu verder? Nogmaals, bent u beagleproof en wilt u een Beagle adopteren of gastgezin zijn? Dan zijn dit de stappen als u u in aanmerking wilt komen. Adoptie of gastgezin? U kunt op de website https://www.shhh.nl alle informatie vinden die u nodig heeft. Dit was het nieuws en uw journaal. Een fijne dag nog.